In 1926 reisde een jonge Russische botanicus voor het eerst naar de landen van de Middellandse Zee. Hij was op zoek naar zaden om de Russische noodlijdende landbouw verder te helpen. Want daar immers waren honger en lage opbrengsten schering en inslag. Hij ging naar Italië en kwam terecht op de Po-vlakte. En voor hem was de Po-vlakte het bewijs van landbouwkundig vernuft. In die Po-vlakte had je op dat moment al rijstvelden die 8000 kilo per hectare opbrachten, waar iedere vierkante meter ongeveer in gebruik was. En je had langs de hellingen had je bomen, vruchtbomen, keurig op rijtjes, met daartussen groentes en wijnranken. En alles was als het ware een paradijs. Vavilov, Nikolai Vavilov, want zo heette hij, wist echter dat Italië niet zijn eindpunt zou zijn. Dat hij verder moest gaan de wereld in om te zoeken naar die zaden. En ik neem u mee op zijn reis. Hij zag als eerste dat wat wij eten in feite het product is van geschiedenis en aardrijkskunde. En ik kan dat mooi illustreren aan de hand van de Italiaanse keuken die u allemaal kent. Wat denken wij bij Italië? Dan denken wij natuurlijk aan pasta. Ik leg het hier neer op de kaart van Italië. We denken ook aan pizza. En we denken aan risotto. Dat is ongeveer de Italiaanse keuken. Maar als je goed kijkt, dan is geen van die gerechten in feite afkomstig van wat we nu het grondgebied van Italië noemen. Integendeel. De pasta, die slierten althans, zijn een Chinese uitvinding. En de tarwe die je nodig hebt voor de pizza en de pasta komt uit het Midden-Oosten. En ja, en die pizza zelf, dat was een arme luisvoedsel uit Napels onder andere, dat eigenlijk pas populair werd na de Tweede Wereldoorlog, toen Amerikaanse troepen die Italië bevrijden ook in hun eigen land dat wilden gaan eten. En ja, en dan die risotto, dat Vavilov destijds die Po-vlakte zo'n prachtig voorbeeld van de rijstteelt vond, dat zegt eigenlijk helemaal niks. Het zegt alleen hoezeer die rijst op dat moment in feite al ingeburgerd was. Maar die risotto is waarschijnlijk helemaal niet Italiaans. Er is een grote strijd over of het nou Milaan was of Napels die het uitgevonden hebben. Maar waarschijnlijk, meer waarschijnlijk, waren het Arabische en Joodse handelaren die de rijst vanuit het Midden-Oosten naar Italië brachten via Sicilië. Maar daarmee is het verhaal maar niet afgelopen. Want rijst komt natuurlijk helemaal niet uit het Midden-Oosten. Rijst komt, zoals de meeste mensen weten, hier uit China vandaan. En uit Japan. En in feite, Vavilov had al destijds een reis gemaakt naar Afghanistan en Pakistan en de Punjab, waar ook die rijst al duidelijk zichtbaar was. Wat Vavilov zelf nooit zou weten, is dat er in feite twee soorten rijst bestaan. Er zijn eigenlijk onafhankelijk van elkaar twee soorten rijst die zich hebben ontwikkeld door selectie, door de mens. Eén uit China en één uit Afrika. En die twee die zijn op zich afkomstig van een gemeenschappelijke voorouder die op dat supercontinent Pangea al 130 miljoen jaar geleden een keertje leefde. Dus er waren twee rijstsoorten. En eigenlijk is het zo dat 8000 jaar geleden hier in China en later ook in de brede strook naar de vloedvlakte van de Ganges, die rijst werd geselecteerd uit zijn wilde verwanten en langzaam maar zeker de rijst werd die wij kennen. Dat is een beetje vergelijkbaar met het proces van de selectie van tarwe en gerst in dat gebied van Mesopotamië, wat we misschien wat beter kenden. Dat proces noemen we domesticatie en dat duurde enkele duizenden jaren. En langzaam maar zeker gebeurde er iets heel interessants. Die rijst uit dit grote gebied, die ging als het ware zich aanpassen aan wat de mens verwachtte. En in Midden-China, met zijn koude winters, waren die eigenschappen die nodig waren anders dan de eigenschappen bijvoorbeeld in India. In India moest rijst aangepast zijn aan korte, hete dagen. In China moest die vorstgevoelig zijn. Of vorst, liever zeggen, ongevoelig zijn. Dat hij in ieder geval tegen koude kon. Het resultaat was dat na enkele duizenden jaren er twee ondersoorten van rijst ontstonden. Eentje, de Japonica, die tegen de koude kan. En eentje tegen de hitte kan, de Indica. En die twee die kunnen niet meer met elkaar kruisen. En sterker nog, de Japonica kan zonder de mens niet eens overleven. Net zoals allerlei groentes.
En juist die verschillende eigenschappen waren voor Nikolaj Vavilov zo interessant. Die grote diversiteit die er was. Die komt voor in wat hij als eerste noemde de oorsprongsgebieden. Die gebieden eigenlijk waar wilde varianten en de gedomesticeerde, zeg maar de getemde varianten, naast elkaar voorkomen. Dat zijn de grootste gebieden van variatie en die zijn natuurlijk genetisch van groot belang, zeker voor de toekomst van de landbouw. En daarbij gaat het eigenlijk om twee soorten variatie. Variatie in die wilde varianten, zeg maar de voorouders van in dit geval rijst, en variatie in die wilde, of nog niet meer wilde, maar nog steeds wel erg primitieve rassen, de landrassen genoemd. En Vavilov was de eerste die aantoonde dat de landbouw niet zomaar ergens is ontstaan, maar dat je juist de oorsprong van de landbouw kunt vinden in die oorsprongsgebieden waar die wilde varianten en die landrassen samen voorkomen. En een van de dingen die Vavilov dus deed, was langs de zijderoute weer terugreisde naar het oosten. Ik moet daarbij zeggen dat toen die productie van de rijst eenmaal op gang kwam, toen ontstond er plotseling een hele grote handelsstroom. Langzaam maar zeker, dat ging allemaal over duizenden jaren. En zo kwam vanuit het oosten naar het westen een heleboel. Niet alleen maar, en dat ging ook trouwens, ik zal het eventjes ter demonstratie, dat ging via kamelen en paarden. Die gingen langzaam maar zeker door dat Chinese subcontinent richting eerst binnen Azië en later dus ook richting Aleppo, centraal punt in Noord-Syrië en vandaar naar het Middellandse zeegebied. En uiteindelijk kwam zo ook die reis natuurlijk in de valleien van de Tiber en de Po. Dat netwerk van routes, want het was er natuurlijk niet één, dat noemen we de zijderoute. En hierdoor werden voor het eerst de toenmalige centra van beschaving met elkaar verbonden. Dus de Chinese, de Indiase en de Mesopotamische beschavingen kwamen zo aan elkaar vast te zitten. Die routes zijn zo'n 2000 en mogelijk al 3000 jaar oud. Als we de zijde die we gevonden hebben in de graven van de farao's meenemen, dan zijn ze inderdaad zo oud, zo'n 3000 jaar. En dat betekent dat al zo lang eigenlijk die uitwisseling van goederen zijn vorm kreeg. En dat was niet een uitwisseling alleen maar van lakwaren, van bont, van brons, van ceramiek, maar ook een uitwisseling van voedsel natuurlijk. En het effect van dat oost-westverkeer is niet te onderschatten. Bijna de helft van alles wat wij vandaag eten aan gewassen komt oorspronkelijk uit Azië. Dus dat is een heleboel. Dat zijn rijst, linzen en bonen. En ik zet ze hier eventjes voor u neer. Dat is aubergine uit India, de citrusvruchten, de appel uit Kazachstan. En maar ook natuurlijk koeien, paarden uit Centraal-Azië en koeien uit het Indiase subcontinent. Dat alles bewoog in een langzame stroom in de loop van die jaren richting het westen. Het was niet helemaal eenrichtingsverkeer, want vanuit het Middellandse zeegebied kwamen twee voedselproducten richting het oosten. Dat waren de worteltjes, die gingen richting China. En dat waren ook de granaatappels. Maar die zijderoute ging natuurlijk niet alleen maar over producten. Het ging ook over kennis. Met die handelaren kwam kennis mee. En later, dat waren eerst ook landbouwkundige technieken, dus het bewerken van de grond, het planten op rijen, irrigatie en dergelijke. Maar later ook kwam natuurlijk kennis, wetenschappelijke kennis mee. Zo brachten Arabische handelaren ten tijde van de opkomst van de islam kennis uit India over het getal nul bijvoorbeeld. En ook medische kennis en kennis van alchemie uit China. Maar omgekeerd had je ook een beweging. En die beweging was vooral de kennis en de filosofie en de literatuur uit het oude klassieke Griekenland die in het kielzog van Alexander de Grote meereisde. En later ook nog door allerlei volksverhuizingen, met name van de Farsi-sprekers die van Perzië naar het oosten weer trokken, had je allerlei uitwisselingen tussen culturen. En zo is die zijderoute misschien wel in materiële zin vooral in richtingsverkeer van oost naar west geweest, maar in intellectuele zin ook echt de route van de dialoog. Het dominante patroon van de eerste duizenden jaren van onze beschaving was dus altijd van oost naar west. Landbouw is wat dat betreft ook helemaal geen Europese uitvinding. En toen veranderde de situatie drastisch.
1492, Columbus ontdekt Amerika. En toen kreeg je een omkering van het patroon. Want vanuit het Westen kwam van alles, met name vanuit Midden-Amerika, richting Europa en richting het Oosten. Te beginnen met die tomaten die we al eerder hadden in de pizza en in de risotto. Maar ook de mais, de aardappel. En niet in de laatste plaats de cassave uit Zuid-Amerika, die in Afrika een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En deze uitwisseling die vond plaats op een manier die natuurlijk anders was dan over land. Want hier had je schepen voor nodig. Dus het was ook een uitwisseling die in termen van volume er heel anders uitzag. Over die tomaten is trouwens nog wel wat aardigs te zeggen. Die tomaten die kwamen in een periode, een vrij korte periode, richting Europa. En je kunt aan een wel aardig soort linguistische anekdote zien hoe ingewikkeld ook voor de mensen in die tijd die geschiedenis zelf was. De tomaat heette in het Italiaans, u weet het misschien, pomodoro, hè, de gouden appel. Maar pomodoro is een verbastering van het Franse pomme d'amour. Nou zou je zeggen, liefdesappel, we hadden toch de appel uit het paradijs. Pomme d'amour zelf is weer een verbastering van het woord pomme de moren. En dat sloeg eigenlijk helemaal niet op de tomaat, maar op een verre verwant van de tomaat, de aubergine. En zo, die dus helemaal uit India kwam, helemaal niets te maken heeft met die tomaat. Zo ingewikkeld zat het ook vaak voor de mensen in elkaar. Maar die Colombiaanse uitwisseling, die, hè, zo heet dus die uitwisseling van west naar oost, die had geweldige gevolgen. En dat heeft te maken met het feit dat in tegenstelling tot wat er uit het oosten naar het westen kwam. Het ging om drie gewassen, cassave, mais en aardappel, die echt, wat je nu zou zeggen, bulkproducten zijn. Die heel veel opbrachten per vierkante meter of per hectare. Mais als veevoer, aardappel als volksvoedsel en in Afrika cassave zorgde ervoor dat de bevolkingsgroei echt ontzettend snel kon toenemen. En dat heeft bijvoorbeeld voor Afrika grote gevolgen gehad. Afrika zonder cassave en mais zou niet hetzelfde continent zijn geweest. Nikolai Vavilov deed natuurlijk hetzelfde in de westelijke richting als hij in de oostelijke richting was gegaan. Nadat hij de zijderoute had bekeken, ging hij per schip naar Centraal-Amerika. En in eerste instantie ging hij naar Mexico. En in de Cordillera, het bergachtige, vulkanische gebied van Mexico, en ook in Guatemala, vond hij een keur aan voedselgewassen die eigenlijk bijna niemand kende, nooit iemand beschreven had. En daar verfijnde hij zijn theorie over die oorsprongsgebieden. Weet je wel, die gebieden waar dus wilde verwanten en de eerste landbouwrassen, als het ware, die landrassen bij elkaar kwamen. Of uit elkaar zijn ontstaan. Hij zei, als je nou een gebied hebt wat heel afwisselend is, geografisch geïsoleerd, klimatologisch met allemaal kleine valleitjes en veranderingen, dan heb je daar nog meer variatie. Dan zijn die botanische soorten al verschillend en dan zijn die landrassen ook nog heel onderscheiden. Dus dat is een waar paradijs. In een landbouwkundig opzicht was die Colombiaanse uitwisseling echt in essentie heel anders dan die zijderoute. Om twee redenen. Eén is dat het veel sneller ging, vanaf het begin van de 16e eeuw, dus net na de ontdekking van Amerika, tot het eind van de 17e eeuw, dus een anderhalve eeuw, werden die gewassen eigenlijk al in Europa geaccepteerd. En we zien bijvoorbeeld bij de tomaat, die is binnen anderhalve eeuw herkenbaar al op schilderijen en ook herkenbaar in de eerste kookboeken, in recepten. Dat duurt dus een heel andere schaal dan die duizenden jaren vanuit Azië. Maar er gebeurde nog iets. Die snelle introductie per schip betekende ook dat bij die introductie eigenlijk weinig materiaal meegenomen kon worden. En, want je kon niet zo verschrikkelijk veel op zo'n schip hebben. En dat betekent dus dat dat heeft allerlei consequenties, daar zal ik zo eventjes op komen, wat er mee gebeurd is. Overigens kwamen er niet alleen gewassen. Er kwamen met name ook kippen en koeien en paarden. Want dit was dus echt een tweerichtingsverkeer. Europa werd langzaam de spil. In Europa was alles uit Azië aangekomen en echt in duizenden jaren daar geïntegreerd. En Europa nam uit het Westen, uit Amerika's dingen mee, maar introduceerde ook weer dingen in het Westen. Dus dat met name kippen, koeien en paarden. En vandaag de dag denken we nog alles dat paarden deel zijn van het Amerikaanse leven, maar ze komen dus oorspronkelijk uit Midden-Azië. En door die nieuwe uitwisseling,
waarbij Europa dus de spil was, had je voor het eerst een verbinding tussen alle centra van beschaving. Dus niet alleen maar China, India, Mesopotamië, maar ook Europa en met name Midden- en Zuid-Amerika. En dat was het begin eigenlijk van een grote landbouwkundige revolutie. Nou is dat verschil in die uitwisseling heeft dus te maken met de relatieve snelheid. En wat er gebeurde in die korte tijd dat kleine hoeveelheden vanuit het Westen naar Europa kwamen, kwam er dus genetisch gesproken maar een heel beperkt aantal individuen, of als je wilt spreken genetisch, variatie naar Europa. Dat ging ook allemaal heel erg snel. Nou, dat hoeft niet zo heel erg te zijn, maar het is wel al erg als het gaat om gewassen die genetisch vermeerderd worden dat ze vegetatief zijn. Dus dat geldt bijvoorbeeld voor de aardappel. Waar is mijn aardappel? Hier. Dat geldt voor de cassave. Dat zijn gewassen die je door stekken, door knollen, door bollen, maar niet door zaad vermeerderd. En als je die dus meeneemt naar Europa, dan heb je de situatie dat eigenlijk al die aardappels, die eerste aardappels, heel erg op elkaar leken genezen. Ze zijn in feite allemaal klonen. Dat geldt ook voor de cassave die door stekken wordt vermeerderd en bijvoorbeeld ook voor de banaan. En als er dan iets gebeurt, als er dan een ziekteverwekker optreedt, zeker in een gebied waar eigenlijk die planten die, als ze heel lang hebben gegroeid, dan hebben ze een soort, of een hele lange geschiedenis hebben gehad, zoals in Zuid-Amerika. Daar heeft die cassave in Zuid-Amerika wel zo zijn weerstand tegen allerlei insecten en plagen en zo ontwikkeld. Maar niet in Afrika. En het meest beroemde en beruchte voorbeeld van deze situatie van een gesmalle genetische basis en geen natuurlijke vijanden, hebben we natuurlijk met die aardappel. U weet het allemaal, 19e eeuw. De grote hongersnood in Ierland als gevolg van een massale infectie met Phytophthora, waardoor eigenlijk de helft of meer van de aardappeloogst is verdwenen. Datzelfde risico van die smalle genetische basis en geen weerstand vinden we nu met cassave in Afrika. Die wordt bedreigd door een aantal virusziektes tegelijk waar geen weerstand tegen bestaat. En hetzelfde hebben we ook met de banaan. De banaan die wereldwijd in feite heel erg sterk eigenlijk op elkaar lijkt. Het zijn bijna allemaal klonen van elkaar. Die banaan die wordt nu door de Panama-ziekte bedreigd. En we weten echt nog niet eens hoe dat afloopt. En ja, wat gebeurde er daarna? Na die enorme uitwisseling, die versnelde uitwisseling uit de 17e eeuw, 16e eeuw. Toen werd het allemaal, zo u wilt, nog erger. Want toen kregen we een explosie, eigenlijk vanaf het begin van de 20e eeuw, in handel en handelsroutes. Ik moet erbij zeggen dat al vanaf midden van de 19e eeuw de zeilscheepjes die we toen hadden werden vervangen door stoomboten. En daarmee kwam er nog veel meer voedsel vanuit Amerika naar Europa. Toen was er al sprake van echt een groot netwerk. Maar met name vanaf de 20e eeuw had je voor de productie, met name bijvoorbeeld voor de vleesproductie in Europa en in de Verenigde Staten, en in China, vanuit de Verenigde Staten, al hele grote handelstromen. En dat is alleen maar versneld en toegenomen. Dus wat zie je dan aan het eind van de 20e eeuw? Dan zie je echt dat die zijderoute en die Colombiaanse route in feite een soort superhighway zijn geworden, waar alles tegelijkertijd gebeurt. Ongelooflijk veel netwerken, ongelooflijk veel havens, goederen in, ik heb er hier nog zo'n leuke, in vrachtvliegtuigen. En niet alleen maar zeilschepen, maar ook echt gekoelde containerschepen. Ik zet ze hier even op de Noordelijke IJszee. Logistiek natuurlijk. De informatica die in de laatste twee decennia ongelooflijk heeft geholpen om al die goederenstromen in de gaten te houden. Containers worden eigenlijk niet meer met de hand geladen en gelost. Alles heeft een soort stroomversnelling meegenomen. En dat betekent het volgende. Dat betekent dat voor die markten eigenlijk prijs en snelheid nog de enige factoren zijn. Dat betekent opportunisme en anonimiteit op die markten. Steeds sneller, steeds meer zoeken naar een goedkoper product. Natuurlijk is daar wel iets aan gecorrigeerd. Er is iets van een gedragscode gekomen bij bedrijven. Maar het is een hele andere situatie dan die trage stroom van goederen met
die gezellige paarden daar op de zijderoute. Dat is voorgoed voorbij. Maar er gebeurde nog iets anders. Die uitwisseling die dus vroeger zo heel gestaag en rustig zich ontwikkelde, die kwam in, als het ware in de 19e eeuw in confrontatie met een andere set revoluties. En die had te maken met de uitvinding van fossiele brandstoffen, met kunstmest, met allerlei chemische producten. En daardoor werd het leuke, gezellige boerderijtje van vroeger, dat gemengde bedrijf, ik ben nu mijn grasveldje kwijt, maar goed, u begrijpt het, het gemengde bedrijf met de leuke beestjes, dat werd langzaam vervangen door een gespecialiseerd bedrijf. Niet overal, er zijn nog steeds kleine boeren die zo functioneren, maar langzaam maar zeker kreeg je schaalvergroting, kreeg je ook een ontwikkeling naar steeds gespecialiseerder, steeds meer kennisgedreven en ook door chemicaliën gedreven productie. En dat zien we dus ook steeds meer, dat je hier alleen maar kunt produceren als je aan een heleboel voorwaarden voldoet. Zowel economisch als ook bedrijfsmatig en technisch. Nou is dat een logische ontwikkeling, maar wat er gebeurt is dat je dan ook onmiddellijk de eis moet stellen dat planten en dieren daaraan kunnen voldoen. Dus de uitvinding van de kunstmest heeft een geweldig effect op de selectie van planten. Want dat wist ook al onze vriend Wawilow, dat als je een onbemeste plant kunstmest geeft, dan gebeurt er eigenlijk niks of erger. Hij gaat meer blad en meer stengel produceren en misschien een beetje meer korrels, maar die korrels die gaan hangen en verrotten op de grond. Dus je kunt in andere woorden niet al die moderne middelen gebruiken als je ook niet wat doet aan de genetica van plant en dier. En dat is eigenlijk de grote uitdaging die waar we nu voor staan. Anders gezegd, onze menselijke geschiedenis van eten is een geschiedenis niet alleen van aardrijkskundige geschiedenis, zoals Wawilow dacht, maar ook van menselijk vernuft. Want meer dan welk ander organisme is de mens in staat om zijn voedsel te variëren, om het van ver weg te halen. Wij zijn al lang niet meer gebonden aan wat er lokaal beschikbaar is. En de schaal waarop die uitwisseling plaats heeft gevonden in de laatste eeuwen en die stroomversnelling van de laatste decennia, die maakt ons niet alleen uniek als menselijke soort, maar maakt ook van ons de meest bevoorrechte generaties van deze wereld. En ik kan dat eigenlijk niet beter illustreren door ons als zaal, ongeveer 400 mensen, te vergelijken met de wereldbevolking en de wereldgeschiedenis. Als wij hier hadden gezeten 200 jaar geleden, ik wil u even vragen naar uw linker en rechter buurman te kijken. U hoeft niet elkaar heel diep in de ogen te kijken, maar toch eventjes. Als wij hier 200 jaar geleden hadden gezeten, dan waren van de drie mensen, waren er twee niet ouder dan 40 geworden. Dat betekent, even omgerekend als het ware, dat uw buurmannen niet meer hadden bestaan. En 9, gelukkig zijn ze er nog, die buurmannen en buurvrouwen. En 9 van de 10 mensen waren gewoon arbeider geweest. Nu is het grootste deel, schat ik, van ons allemaal helemaal niet meer arbeider, maar bezig met de dienstensector of andere niet-productieve sectoren. En als ik u vergelijk met de wereldbevolking, onze 400 of 400 plus mensen die daar zitten, dan moet ik zeggen, een eeuw geleden was meer dan de helft van u ondervoed geweest. Vandaag is het nog steeds zo dat 80 van de 400 op een of andere manier niet helemaal goed gevoed zijn. En 44 zouden, zeg maar even, uw groepje daar, u zou echt honger geleden hebben. Maar vandaag is het zo dat ook 60 van die 400, u ongeveer, u zou allemaal te zwaar zijn geweest. Dat is een heel groot verschil met een eeuw geleden, laat staan met 2 eeuwen geleden. De laatste 20 jaar in onze wereldgeschiedenis zijn echt de meest uitzonderlijke geweest die ik me kan voorstellen. Voor het eerst vielen bevolkingsgroei en welvaart samen en betekende niet meer dat bevolkingsgroei ook leidde tot meer armoede en meer honger. En dat is niet alleen zo in het Westen, dat is overal het geval. In de laatste 20 jaar is 1 miljard mensen boven de armoedegrens uitgekomen. Dus boven die magische grens van $1,25 per dag. Van die 1 miljard mensen wonen er 750 miljoen in China. De volgende miljard
zal nog een stuk lastiger worden. Maar er is geen land waar de opbrengsten niet zijn toegenomen. Er is geen land waar de armoede niet is afgenomen. Misschien met uitzondering van Noord-Korea. En zeer veel van deze kleine boeren zijn nu onderdeel geworden van een wereldwijd handelsnetwerk. En gebruiken allerlei dingen als kunstmest en bestrijdingsmiddelen. En chronische voedselimporteurs als India zijn nu exporteurs geworden. En die grote hongersnoden die we ons nog herinneren, Biafra, de Bengalen, die zijn eigenlijk nu achter ons. De grote droogte van de Sahel, 30 jaar geleden. Waar je nu nog honger hebt, is het vooral door natuurrampen, straks in de Filipijnen mogelijk, en waar staten of overheden falen. Fossiele energie heeft een geweldig effect gehad op onze productie. En dat kan ik het beste illustreren door je te vertellen dat in de middeleeuwen het 600 uur kostte om 1 hectare met graan te bewerken. En vandaag de dag, aan het begin van de 21ste eeuw, hier in Nederland tot de beste gronden, kost dat nog maar 12 uur. En niet alleen dat. Die middeleeuwse hectare die bracht 800, misschien 900 kilo op. En dat is net zoveel als nu de armste boeren in de Sahel hebben. Vandaag in Nederland brengt zo'n hectare, als het een beetje mee zit, een goed seizoen, een hectare tarwe, brengt iets van 9000 kilo op. Met dus maar 12 uur arbeid. En dat zijn spectaculaire resultaten. Maar het betekent dat bevolkingsgroei, mits er technologie is, ook niet tot hongersnood hoeft te leiden. Wetenschappelijk gezien is er voor mij geen twijfel dat we met onze huidige kennis de wereldbevolking kunnen voeden. Dat land en water voldoende kunnen opbrengen en dat we dat goed kunnen doen. Nog nooit eerder is het voedingspatroon van de mensen zo divers en ook zo voedzaam geweest. Dat is echt een groot goed. Maar dat grote goed heeft natuurlijk zijn prijs gehad. Een prijs van overvloed en een prijs van schaarste. Met het ontginnen van land, het ontbossen, het droogleggen van moerassen is ook ongelooflijk veel verloren gegaan aan landschap, aan biodiversiteit, aan belangrijke soorten, zelfs in die oorsprongsgebieden. Het welzijn van mens en dier heeft er vaak onder te lijden gehad. We hebben te veel chemicaliën gebruikt, we hebben het oppervlaktewater vervuild. We hebben heel veel dingen gedaan die je zou kunnen scharen onder destructie van de planeet. Steeds meer blijkt dat het land eigenlijk kwetsbaar is. En sterker nog, 40% van wat er op het land staat bereikt uiteindelijk niet de mond van de consument. Wij verspillen, we maken kapot. En dat zou je erg kunnen noemen, zeker als het u direct raakt. Als het gaat om het feit dat zelfs het voedsel niet meer smaakt zoals het vroeger smaakte. Omdat er in fabrieken te veel zout en vet en suiker wordt toegevoegd. En als ik dat doortrek, dan zou u tegen mij zeggen, dit is toch een doemscenario? Dit kan toch niet goed gaan? Maar dat is onterecht. Het is onterecht omdat we ook zo ongelooflijk veel geleerd hebben van onze fouten. Omdat we weten dat het beter kan. En echt in alle eerlijkheid, we hebben zoveel minder chemicaliën nodig voor die ene hectare tarwe met zijn 9000 kilo dan we ooit eerder nodig hadden. We weten hoe we beter met water om moeten gaan. We weten dat we bestrijdingsmiddelen niet onnodig moeten gebruiken. En we kunnen het dus veel beter, dankzij wetgeving die de natuur beschermt, die de zaden beschermt. Een twijfel over de toekomst is in zekere zin een luxe van de generaties, ironisch genoeg, die het meest geprofiteerd hebben van vooruitgang en van de toepassing van wetenschap. Wij zelf. In tegenstelling tot de rest van de wereld is Europa nu het continent van het pessimisme aan het worden. Waar men niet meer gelooft in wetenschap als een instrument voor vooruitgang. En juist dat was wat Wawilow apart zette van zijn tijdgenoten. Dat hij wel geloofde in wetenschap en in goed uitzoeken hoe dingen werken en ze dan toepassen. En wetenschap heeft ja, nog steeds de ingrediënten in de handen voor de toekomst. Want de toekomst betekent dat er nog steeds productiegroei nodig is. Afgezien van de 7 miljard die we nu hebben, komen er nog 2 miljard bij. En van die 7 miljard hebben 2 miljard min of meer die nog niet voldoende goed gevoed zijn. Dat betekent dat voor die 4 miljard er minstens nog 60% meer voedsel bij komt. Dat lijkt verschrikkelijk. Maar het is in feite minder dan de groei die nodig was in de afgelopen decennia. Het hoogtepunt, de piek van de bevolkingsgroei, is in feite alweer voorbij. Maar toch, bevolkingsgroei, inkomensgroei, verstedelijken leiden tot een verandering voedselpatroon. Tot meer vlees en varkentjes. Tot meer
verspilling, tot meer van alles. En dat is die grote vraag naar de matiging. Er zijn nu 25 steden die meer dan 10 miljoen inwoners tellen. Er zijn honderden steden die meer dan 1 miljoen inwoners tellen. Al die mensen moeten gevoed worden. En dat worden ze niet door die kleine gemengde bedrijfjes met hun lage opbrengsten. Dat moet anders. Die intensivering, die efficiëntie zal er moeten komen. Maar daarbij zijn talloze onbeantwoorde vragen. Ten eerste, moeten we het echt allemaal van onze koeien, ik ben mijn koe kwijt, van onze koeien en varkens hebben en onze kippen? Of zijn er alternatieven voor dierlijke eiwitten? En waar komen die alternatieven eigenlijk dan vandaan? Dat is nog maar de vraag. Waar halen we ze? En wat zou het kunnen zijn? Zou het algen kunnen zijn? Zou het iets anders kunnen zijn? Zou het misschien insecten moeten zijn? Bijvoorbeeld sprinkhanen. Waar moeten we heen? Welke hulpbronnen kunnen we inzetten? Welke energie? Hoe kan efficiëntie aangepast worden aan de lokale omstandigheden, zodat het niet een blauwdruk wordt? De kern daarvoor ligt voor mij in een zeer nauwkeurige afstemming van de genetica van dier en plant met de omgeving. Het ligt in inderdaad het gebruiken van de wetenschap, maar het gebruiken op een verstandige manier. En om goed te begrijpen hoe dat werkt, moet je eigenlijk zien dat de landbouw altijd een soort ecologische oorlogsvoering is geweest. Tussen de soorten die wij willen beschermen, dus onze sinaasappels, onze appels, onze tomaten, onze rijst en andere dingen. Andere dingen, namelijk soorten die het op ons gemunt hebben of op ons voedsel gemunt hebben. Olifanten, mollen, maar ook virussen, bacteriën, schimmels. Dat is een continue oorlogvoering. En juist die ziekteverwekkers, die schimmels en die bacteriën, zijn zo moeilijk omdat ze zich genetisch zo snel aanpassen. Dus wij moeten iets doen met die perfecte afstemming tussen de productieomstandigheden. Dus meer intensivering, meer in ieder geval betere kunstmest, betere bestrijdingsmiddelen en de genetica van plant en dier. Want als je natuurlijk een plant hebt die resistent is tegen een ziekte, dan hoef je al die chemicaliën niet te gebruiken. En één sleutel daarin, in die genetica, is inderdaad de kwestie zaaizaad. En toen ik net zei dat er langs die zijderoutes allerlei producten kwamen, of allerlei soorten, toen was dat een grove vereenvoudiging. Want het waren geen soorten. Het waren individuele planten, individuele tomaten of eigenlijk belangrijker nog, zaad. En dat zaaizaad, dat is eigenlijk de belichaming van de toekomst van onze voedselvoorziening. Dit is de verpakking van de toekomst, Sylvia Biel. En dit kleine potje laat u zien hoezeer zaaizaad te vergelijken is met de grootste kostbaarheden. Met goud of met jade. Ik weet niet of u een idee heeft over hoeveel geld dit potje waard is. Ik laat het u even zien. Het is een heel klein potje. Er zit ongeveer 20 gram in. Enig idee hoeveel dit waard is? Dit potje, dames en heren, is meer dan 10.000 euro waard. In dit potje zitten 7.000 zaden. Ieder zaadje levert 1 tomatenplant. Iedere tomatenplant levert gemiddeld 40 kilo tomaat. Dat betekent dus dat in dit potje 280.000 kilo tomaat zit. Daarom is dit zo kostbaar en daarom ook is de Nederlandse zaaizaadindustrie een van de rijkste ter wereld. En dat is eigenlijk misschien nog wel het belangrijkste, dat we weten dat dit kan tegenwoordig. En als ik het even vergelijk met de middeleeuwen. In de middeleeuwen was de kiemkracht van zaad en de kwaliteit zo slecht dat je een derde van je oogst nodig had om voldoende zaad te hebben voor het volgende jaar. Een derde van je oogst. 20 gram, 280.000 kilo. Zaaizaad is als het ware het product van evolutie en van menselijke selectie. Dat is wat er in feite ook gebeurd is, langzaam maar zeker, in die hele geschiedenis van die oorspronggebieden. Wat wij doen, is ingrijpen in de evolutie. Niet één keer, niet twee keer, niet 100 keer, maar iedere generatie weer opnieuw. Dit is het resultaat van honderden jaren selectie. En dit is het resultaat daarvan. En dat is een hele lange weg van deze mooie, ik moet het eigenlijk een trosje laten zien, deze mooie trostomaten en dat kleine, miserige, bittere, harde tomaatje wat oorspronkelijk al 7000 jaar geleden in Mexico werd verbouwd.
Zo gaat de evolutie. Wij grijpen dus altijd in de evolutie. Naar, om kleur te zoeken, smaak, vorm, bewaarbaarheid, ziekteresistentie en noem maar op. Die gewenste eigenschappen die zijn voor ons van groot belang. Maar die krijg je alleen maar als je variatie hebt. Als je geen variatie hebt, heb je niets te kiezen. En nog anders gezegd, het is voor de toekomst van onze voedselvoorziening van ongelooflijk groot belang dat we die variatie, dat we die keuzes hebben. Dat we zaad in zoveel verschillende mogelijke vormen kunnen hebben. Want je wil niet afhankelijk zijn van één soort zaad of één soort. Want als er dan een ziekte ontstaat, dan loop je een groter risico. Vandaar dat het bewaren, beschermen van genetische variatie een van de grote uitdagingen is waar we internationaal voor staan. Die variatie kun je beschermen op twee manieren. Je kunt dat in enerzijds doen omdat je zaaizaad bewaart op een goede plek. Af en toe moet je dat uitplanten om het weer te verversen. Je moet het vooral goed documenteren. En je kunt het doen door die oorsprongsgebieden van Wawilof. Dus waar die wilde soorten en de landrassen nog bij elkaar zitten. Zeg maar in die Cordillera van Mexico, in het regenwoud van Maleisië, nog ergens in de heuvels van Noord-Syrië en Oost-Turkije. Door die gebieden ook te beschermen. En dat belang is zo groot dat we het er nu over eens zijn dat we ook een internationale zaadbank moeten hebben. Dat is die beroemde daar in Spitsbergen, Svalbard, waar het op een hele geveilige plaats staat. Daar is geen burgeroorlog, daar is de kans op een aardbeving gering. Daar is het ook koud genoeg om een stabiele omgeving te creëren. En ziet u dat maar als het ware de hard disk van het genetisch potentieel van de voedselgewassen van de wereld. Er liggen nog niet alle soorten en ook bijvoorbeeld de soorten die de dieren hebben wij er allemaal niet. Maar het is een eerste stap om dat tot het erfgoed van de mensheid te maken. En die oorsprongsgebieden te beschermen, wat Wawilof zo graag wilde, dat kan, dat heeft zijn voordelen, want daardoor kun je als het ware die evolutie meemaken die wilde verwanten nog hebben. Maar het wordt steeds moeilijker in een wereld waar steeds meer mensen wonen en steeds meer woud gekapt wordt. Gelukkig hebben we de wetenschap. Want we hebben veel geleerd van die variatie. Al die zaadjes hier lijken op elkaar, maar er zit nog steeds variatie in. Dankzij DNA-analyse weten we meer dan ooit. En we hebben het genoom nu van een aantal bekende planten, de aardappel bijvoorbeeld, de mais, de rijst. Daar weten we van hoe het in elkaar zit. En wat minstens zo belangrijk is, we weten ook iets van de genetische samenstelling van ziekteverwekkers. En hoe die op elkaar afgestemd zijn. We weten iets van de wilde verwanten, bijvoorbeeld van de banaan, wat we vroeger niet wisten. En langzaam maar zeker kunnen die dingen met elkaar in verband gebracht worden. En het is misschien heel leuk om nog iets te vertellen over hoe die genetische variatie zit bij mijn favoriete appel. In 2010 hebben Italiaanse onderzoekers, heel toevallig afkomstig uit het gebied waar Wawilof zo van onder indruk was, Trento, vlakbij de Po, hebben het genoom van de appel ontrafeld. En daar bleek iets heel bijzonders. Die appel heeft twee keer zoveel chromosomen als al zijn wilde verwanten. 17, om precies te zijn. En die verdubbeling is waarschijnlijk al een jaar of 50 miljoen maar oud. En dat is allemaal gebeurd in dat gebergte daar in Kazachstan. De appel is vandaag de meest aangeplante fruitboom, in ieder geval het noordelijk halfrond en steeds meer op in hogere gebieden in het zuidelijk halfrond. En er is een ongelooflijke variatie aan appel. Je kunt hier in dit boek zien, er zijn talloze soorten appels. We hebben ze ook allemaal hier, allerlei vormen. Groot, klein, rood. Als je niet zou weten dat het allemaal appels waren, dan zou je het ook niet onmiddellijk herkennen. Waarom is dat zo? Waarom is die appel zo bijzonder? Dat was eigenlijk iets wat Wawilof ook niet helemaal goed begreep. Het heeft ermee te maken, enerzijds met die chromosoomverdubbeling, maar anderzijds met het feit dat als je een appel normaal plant, dan eigenlijk stek je altijd een appel op een onderstam. En dat betekent dat je in feite een kloon produceert. Dus net zoals bij die aardappel, waar ook alles identiek was. Dat heb je bij appelbomen ook. En dat verklaart waarom we in de supermarkten meestal heel erg op elkaar lijkende appels van een paar rassen zien. Maar je kunt ook iets anders doen met die appel. Je kunt hem door midden snijden. En dan zie je hier zes zaadjes. Zes zaadjes, minimaal 200 appels per boom. 1000 mogelijkheden voor een nieuwe appel. Letterlijk ook zo. Want
die appels, als je ze genetisch dus vermeerdert, dus niet kloont via stekken en dergelijke, dan blijkt dus iedere appel echt heel anders te zijn. Iedere appelboom is anders. En Vavilov, toen hij daar bij Almaty in Kazachstan reisde, toen zei hij, het is onmogelijk hier. Ik heb hier een gebied waar de wilde appels net zozeer lijken op de geteelde appels. En een van de wilde appels die hij zag, ik denk althans dat hij eraan verwant was, was deze. Een gigantische appel die, ook weer een leuke botanische anekdote, de appel, hij heette Apoort, maar ook wel de appel van Constantinopel, de Constantijnse appel. En die variatie in appels, die maakt eigenlijk dat wij toch op een andere manier nog naar die oorsprongsgebieden moeten kijken. Want die appels die kun je dus spontaan laten uitgroeien. En dan krijg je dus een heleboel soorten die, of een heleboel, moet ik zeggen, individuen die niet overleven, maar een aantal die wel overleven. En dat verklaart hoe in de Verenigde Staten, waar die appels op een gegeven moment naartoe zijn gegaan, en waar men die techniek van dat enten nog niet zo goed kende, maar gewoon die zaadjes uitplanten, dat je op dit moment heel ver van het oorsprongsgebied, dus heel ver van het Kazachstan waar het allemaal begonnen is, in de Verenigde Staten nu de grootste variatie aan appels hebt. De grootste collectie aan appels is daar. 2500 appelrassen. In de hele wereld zijn er iets van 7500. Er is bijna geen fruitboom of geen gewoon gewas wat daar maar aan kan tippen. Dus die appels die roepen eigenlijk een andere genetische vraag op. Wij zeggen altijd graag, de appel valt niet ver van de boom. Nou, dat mag voor mensenkinderen gelden, maar dat geldt dus niet voor appels. Integendeel, de appel valt heel ver van de boom. En je ziet ongelooflijk veel verschillen in allerlei dingen die misschien genetisch wel heel erg op elkaar lijken. Dat is omdat die appel, technisch gesproken, extreem heterozygoot is. De kans op nieuwe appels, anders gezegd, zal nooit verminderen. Dat betekent dat we zowel die appels in hun oorsprongsgebieden gaan beschermen, maar ook alle appels die bij u in de achtertuin staan, dat kunnen weer nieuwe, unieke exemplaren opleveren. Maar goed, dat appel is natuurlijk een uitzondering. Voor de meeste gewassen geldt dat niet. En Vavilov, die daar in Almaty en omstreken reist en ondertussen nog twee paarden kwijtraakte en zelf in een ijskoude rivier bijna verdronken en al zijn aantekeningen kwijtraakte, die schreef niettemin heel opgewekt, fantastisch, die appelvariatie, daar word ik enthousiast van. En ik dus ook. Maar goed, als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, dan is dat een geschiedenis van vele golven van mondialisering. Mondialisering is niet van vandaag. Mondialisering begon al die duizenden jaren geleden langs die zijderoute. Versnelde met de Verenigde Staten. Europa werd lange tijd de spil. Maar vandaag is natuurlijk die grote handelsroute van Zuid-Amerika naar China die eigenlijk heel dominant is voor wat er nu gebeurt. En het gekke is dat met die mondialisering van producten natuurlijk ook onze eetgewoonten mondialiseren. Maar niet helemaal op de manier die je denkt. Het is niet zo dat we allemaal tegenwoordig hetzelfde eten. Integendeel, je hebt een evenwicht tussen wat lokaal is en wat van elders komt. En diezelfde pasta, risotto en pizza, die herkent iedereen nog steeds wel als Italiaans. Maar je kunt hem in elke miljoenenstad krijgen. Dat is als het ware die nieuwe mondialisering. Maar ik heb eigenlijk nog iets heel anders voor ogen, behalve die variatie aan gerechten, hoe leuk die ook is. Ik denk dat voor beide risotto nog een nieuwe horizon ligt. Voedsel wat nog veel meer afgestemd is op onze behoeften. Voedsel wat misschien ook nog uit andere soorten bestaat. Dus inderdaad insecten, algen en dat soort dingen. Misschien nog veel meer dingen dan wij zelf ons nu kunnen voorstellen. Er is, anders gezegd, niet één weg naar de toekomst. Maar net als in de evolutie heel vele paden ook doodliepen, heel vele soorten ontelbare verdwenen, is het ook zo dat we landbouwkundig nogal eens dwaalwegen hebben bewandeld. En die hebben we ook weer verlaten. Het uitgebreide gebruik van chemicaliën als een soort oplossing voor alles is eigenlijk al lang weer voorbij. We zijn eigenlijk op weg nu naar het zoveel mogelijk verminderen van chemicaliën en het zoveel mogelijk meedenken met de ecologie. Maar er is één belangrijk verschil met de evolutie. Waar toeval de evolutie heeft geregeerd, is het vandaag zo dat kennis ons leidt. Niet toeval, niet trial and error. We kunnen en we moeten gebruik maken van de kennis die we hebben. Van de kennis van genetica, van de kennis van de ecologie. De wetenschap, zeker in het bereik van voedsel en landbouw, is verschoven van het beschrijven
nog uit Wawilow's tijd, het beschrijven van al die soorten, naar het ontwerpen van het beste systeem. Op basis van de kennis die we hebben van de ecologie. En dat betekent het gebruik maken van begrippen als een kringloop, waarbij je zorgt dat je niet te veel dingen verspilt, waarbij je dingen hergebruikt. Dus we kunnen vandaag de dag bijvoorbeeld fosfaat en eiwitten weer terugwinnen uit het riool. We kunnen zorgen dat we niet onnodig veel bemesten, onnodig veel water toepassen. En noem maar op. We gaan dus toe naar steeds meer nauwkeurigheid. En in die nauwkeurigheid past dus die kennis van de genetica. En de zijderoute van de toekomst is wat mij betreft niet een zijderoute waarin we nog meer paleizen en schatten en bijzondere regio's gaan ontdekken. Maar wel eentje van de ontdekking van de onmetelijke kennis van de natuur en de ecologie. De genetica was wat mij betreft het laatste vergezicht. Want duurzaam produceren, of het nu voor kleine of voor grote boeren is, of het voor miljoenen steden is of voor dorpen, betekent altijd het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met water, met land, met kunstmest enzovoort. En hoe beter we dat kunnen, hoe meer de genetica ons daarbij helpt. We moeten weten hoe dingen op elkaar afgestemd worden. Bijvoorbeeld wanneer een plant het beste water kan krijgen. Hoe een plant in zijn wortels samenleeft met allerlei bacteriën die soms positief werken, soms negatief werken. Dat is een kwestie van genetische matching. We moeten weten hoe de darmen van dieren zoveel mogelijk voedsel opnemen en zo min mogelijk uitpoepen. We moeten ook weten hoe wij zelf als mensen door onze eigen darmbacteriën bijvoorbeeld afgestemd zijn op voedsel, of hoe dat ook onze gezondheid bevordert. We kunnen bijvoorbeeld door ons begrip van genetica van koeienmagen of van rijstplanten ook de uitstoot van broeikasgassen verder verminderen. Er is heel veel wat kan als het gaat om het samenspel, die fine-tuning tussen de genetica enerzijds en de productieomstandigheden anderzijds. En als ik kijk naar die zijderoute en die Colombiaanse route en die wereldhandel en zo, dan zie je dat die zijderoute die stond ook als een metafoor voor de zucht naar avontuur, voor het spannende, voor het nieuwe, van het verkennen van het onbekende. Dat was ook de attitude van Wawilow, Nikolaj Wawilow, die trouwens door Stalin ter dood werd veroordeeld wegens zijn open-mindedness, wegens zijn onorthodoxe ideeën. Maar dat was wel, en dat is nog steeds voor mij, de tocht die wij allemaal moeten ondernemen. Die tocht naar het onbekende. Want dit, dames en heren, is mijn zijderoute. Mijn paradijs. Een wereld waarin iedereen voldoende en gevarieerd te eten heeft. Waarin we kennis uitwisselen en goederen. En waarin we niet bang zijn om te kijken voorbij de laatste horizon. Om iets nieuws te durven. Om onbevoordeeld te kijken naar wat voor kennis we nodig hebben en hoe we die kunnen delen. Het is een reis waar Oost en West en Zuid en Noord allemaal samenkomen. Dank u wel. Heel mooi, dankjewel. Heel bedankt. Zeer bedankt voor dit eerste deel, de ontmoeting met de nieuwe zijderoute. We gaan nu de pauze in. Gebruik die tijd goed om uw vragen op te schrijven. En we gaan zo meteen over een half uur weer door om 17:30. Zeer bedankt nogmaals en tot zo. We gaan zo zoetjes aan door naar het tweede deel. Iedereen maakt zich alvast op om te gaan zitten. Ik heb het al gezegd, ik ben voorzitter van het Humanistisch Verbond. En wie nog niet lid is, die moet lid worden van het Humanistisch Verbond. We hebben uw steun heel hard nodig, ook om dit soort lezingen te kunnen organiseren. Zoals de Socrateslezing. Aan het Humanistisch Verbond is ook de Human gekoppeld, zoals u weet. De Human is een bedreigde omroep op dit moment. Ze kunnen waarschijnlijk niet doorbestaan onder het huidige bestel. Dus ze hebben leden nodig. En dat kost maar ook maar 5-6 euro in het jaar. Dat is helemaal niet zoveel. Voor de Human van het Humanistisch Verbond bent u al lid voor 5 euro per maand. Het is allemaal geen geld. En de crisis zijn we weer uit, dus daar kunt u gewoon allemaal lid van worden. Dus doe dat, dames en heren. Het is heel belangrijk dat u daar steun aan geeft. En u kunt lid worden straks als u klaar bent, daar buiten bij de uitgang. Nu zijn we in afwachting van Ineke. Die komt eraan, geloof ik. En dan gaan we door naar het tweede deel. Wie is hier al lid van het Humanistisch Verbond eigenlijk? Wie nog niet? Oké, dames en heren, echt,
echt lid worden. En goed dat u er bent. We zijn heel blij dat u er bent en dat u ook lid gaat worden, mevrouw. Gaat u lid worden? U bent al lid. Oké, nou maar heel goed. U wel? Oké, hartstikke goed. Dank u wel. Ineke de Vries, de directeur van het Humanistisch Verbond, gaat nu in gesprek en met al uw vragen. Heel wat groene blaadjes, Ineke. Nou, dit is nog maar een fractie van wat er is ingeleverd. En het was een hele klus om te kijken van, goh, wat zijn nou de vragen die we aan jou kunnen voorleggen nu, waardoor er nog wat extra's gebeurt bovenop de lezing. Ik denk dat wat opvalt is dat heel veel vragen gaan over genetische manipulatie. Dus ik denk dat dat wat ik dus niet genoemd nee, heb. Nee, dat vond ik juist het interessante. En ik denk dat het goed is om daar mee te beginnen. In het verhaal komt heel nadrukkelijk naar voren dat het belangrijk is dat we kennis nemen van de gebieden van oorsprong waar gewassen vandaan komen. Dat we goed gaan kijken hoe die gewassen gedijen, zodat we die gewassen ook mogelijk elders kunnen gaan gebruiken. Dat roept de vraag op, het gaat ook over grootschalige productie. En dat roept de vraag op als eerste van, hoe staat u tegenover genetische manipulatie? Ik denk dat we heel goed een onderscheid tussen dingen moeten maken. Grootschaligheid heeft niets te maken met genetische manipulatie. Dat woord zelf wil ik ook eigenlijk niet gebruiken, want manipulatie heeft al een pejoratieve betekenis. Ik zou zeggen genetische modificatie. En dan misschien de schaal waarop je dingen doet is nog iets anders. Nou, u hebt me heel duidelijk nog modificatie, nog manipulatie horen gebruiken. Omdat het mij ging om de kennis van de genetica als instrument om beter te begrijpen hoe dingen werken. En zelfs al wil je geen genetisch gemodificeerde gewassen maken, dan is nog die kennis van die genetica, bijvoorbeeld van die interactie tussen schimmels en plantenwortel, gewoon van groot belang om te begrijpen hoe het systeem in elkaar zit. En waar je aangrijpingspunten hebt om bijvoorbeeld een derde soort, een andere schimmel of een bacterie te gebruiken om die schadelijke schimmel onder controle te houden. Dat heeft niets te maken met genetische modificatie. Ik denk zelf, en ik heb dat ook uitgebreid in mijn boek beschreven, dat genetische modificatie niet noodzakelijk is om de wereld te voeden. In die zin dat we hebben al heel veel kennis die we op dit moment onvoldoende toepassen. Als we die kennis toepassen, dan komen we waarschijnlijk een heel eind. Om u één orde van grootte te geven, ik gaf al aan de opbrengsten. Sorry, ik zit een beetje met mijn rug naar u toe. Maar de orde van grootte van de opbrengsten in delen van Afrika is nog steeds op het niveau van de middeleeuwen in Europa. Dus onder de ton per hectare. Nou, dat kan vele malen omhoog. Om u een ander idee te geven, de opbrengsten in China zijn 40% hoger dan in India als het gaat om rijst en tarwe. Dat zijn marges waar je echt nog heel veel meer kunt doen. Dus dat zet naast het feit dat we 40% verspillen, om wat voor reden dan ook, dan ziet u wel dat het potentieel er is met de huidige kennis. Maar ik maak een uitzondering voor een paar situaties. De ene, daar hint ik al naar, dat is de kwestie bijvoorbeeld van ziektes in cassave of ziektes in banaan. Van die vegetatief vermeerderde gewassen, waar je dus met gewone kruisingen eigenlijk niet zoveel kunt doen. Want een vegetatief vermeerderd gewas maakt geen nageslacht. Dus je kunt niet de beste exemplaren daaruit halen. Je moet dat op een andere manier doen. Nou, die cassave die is van belang voor iets van 500 miljoen van de armste mensen in Afrika, met name in Centraal-Afrika. Daar is geen weerstand bekend. Ook niet, want daar hebben we natuurlijk naar gezocht, of in het oorsprongsgebied in Noordoost-Brazilië daar weerstand was. Dat is er ook niet. Die virussen zijn echt inherent Afrikaanse virussen. We weten dat er in Afrikaanse planten resistentie is. En niets is logischer om dan in zo'n geval te zeggen van, moet je daar nou niet aangrijpen op de manier waarop we weten dat het kan, namelijk met genetische modificatie. Anders gezegd, het gaat om het doel. Het gaat erom wie het doet en het gaat erom wat voor controle er is over de uitkomst. Dat is het belangrijke. En mijn grote verdriet over die hele discussie over genetische modificatie is dat het altijd in algemeenheden gaat. Mensen zijn voor of tegen. Er zijn een aantal specifieke punten waar ik geen andere oplossing zie. En met mij eigenlijk alle andere wetenschappers ook niet. En waar je moet zeggen, is het voor die allerarmsten in Afrika die afhankelijk zijn van cassave niet van groot belang dit te doen. Geldt ook voor de banaan. Er zijn al wetenschappers die zeggen van over 10 jaar hebben we geen bananen meer. Omdat al die bananen wereldwijd zo'n beetje genetisch identiek zijn. We weten ook daar dat er een weerstand is in een wilde banaan. Dus dat is niet eens een hele andere soort. Maar dat noemen we eigenlijk nog vrij dichtbijzijnde
kruisingen, als het ware, maar wel buiten de soort, maar wel binnen de familie, als het ware. He, dat heet met een lastig woord cisgenese. Nou, daar kun je zeggen, gebruik die wilde verwant van de banaan en gebruik hem voor de banaan zoals we hem nu kennen. Dan is er nog een derde type uitzondering en dat heeft te maken met het verbeteren van de voedingswaarde. Het grote probleem straks is niet meer de hoeveelheid calorieën. Dat gaat eigenlijk steeds beter, maar wel de vitamine en mineralen. En als je even dat vergelijkt met het probleem van het vlees, waarom is vlees zo belangrijk? Niet alleen vanwege de eiwitten, maar ook omdat vlees met name ijzer en vitamine A geeft in een vorm die heel makkelijk verteerbaar is. Als wij datzelfde ijzer kunnen verhogen in een gewas als rijst bijvoorbeeld, of in cassave, dan heb je daarmee een mogelijkheid om iets te doen wat anders niet kan. Wat juist voor ondervoede mensen, zwangere vrouwen en zo van groot belang is. Dus ik pleit heel erg voor genetische modificatie binnen bepaalde grenzen, voor specifieke doelen. En dan kunnen we het straks nog wel hebben van wie heeft de rechten waarop, wie domineert dat. Maar ik wil er gelijk bij zeggen, dit soort toepassingen voor humanitaire doelen hebben niets te maken met de Monsanto's van deze wereld. Dat is voor hen helemaal niet interessant. Dit is iets waar overheden, waar publiek geld in eerste instantie het aanspreekpunt is. Ja, nou dat, je noemt Monsanto, dat is een vraag die vele keren terugkwam. Hoe groot je de kans inschat dat bedrijven als Monsanto die patenten hebben, überhaupt bereid zijn om die kennis te gaan delen. Maar je zegt van ja, dat is eigenlijk een heel ander deel. Ook dat is een misverstand. Kijk, heel veel mensen denken patenten, overigens het Nederlandse correcte woord is octrooien. Hè, dat octrooien een soort regelrecht eigendomsrecht zijn op alles. Hè. Ik las laatst weer. Meer iets van, Monsanto heeft het octrooi, het patent op broccoli. Dat is helemaal niet zo. Kijk, je kunt alleen maar een octrooi krijgen voor een specifieke toepassing, in dit geval een grenssequentie, binnen een bepaald land, in een bepaalde periode. Dus dat, en ook nog voor een bepaald ras. Dus het is helemaal niet zo dat alle broccoli nu in handen zijn van Monsanto. Dat is helemaal niet de issue. En daar, het is echt heel belangrijk dat we daar zorgvuldig over praten. Ik ben persoonlijk van mening, en dat is nog steeds een discussiepunt, eerlijk gezegd niet tussen Monsanto en wetenschap, maar tussen Europa en Amerika, dat de kennis over genetische informatie beschikbaar moet blijven in het publieke domein, ook al ligt die onder zekere bescherming, dus octrooirechten of andere soorten rechten, voor het verder ontwikkelen van de wetenschap. Dat is iets anders dan het vragen van geld voor zaaizaad. Het is heel erg logisch dat het ontwikkelen van zaad kost ontzettend veel energie en geld, dat je daar op een gegeven moment geld voor vraagt. Gratis zaaizaad is natuurlijk alleen maar zo als je een zelfvoorzienende boer bent. Boeren betalen al een eeuw of langer voor hybride zaad, dat niks met genetische modificatie te maken heeft. Dus dat je op zich voor je zaaizaad betaalt, net zoals voor je kunstmest of voor je water, is niet zo gek. Maar waar het om gaat, is dat het verder ontwikkelen en de wetenschappelijke kennis daarover in het publiek domein blijft. Nou, ik denk dat is een andere groep vragen die geregeld terugkomt. En dat is de constatering kennis is macht. Hoe zorg je nou dat de kennis die er is ook op de juiste plekken terechtkomt? Dus dat is een andere vraag van met name HV Haaglanden. Die hebben dit allemaal goed kunnen volgen en zitten ook in Den Haag op het vinkentouw. En daar kwam de vraag vandaan. Hoe zorgen we nou dat die kennis juist wordt aangewend, omdat degene die de kennis heeft ook de macht heeft? En hoe kunnen wij dat nou gaan beïnvloeden? Kennis is de meest duurzame hulpbron die we hebben. Want kennis vermeerdert alleen maar en kennis put niet uit. Kennis raakt niet op. Dus het allerbelangrijkste wat we kunnen doen is zorgen dat kennis zoveel mogelijk gedeeld wordt. Dat is in zekere zin mijn definitie van het paradijs. En wat je dus moet zorgen is dat je daar waar kennis vermeerderd moet worden, dus anders gezegd in de wetenschap, waar je andere rassen wil ontwikkelen, dat kennis daar beschikbaar blijft. Maar het hebben van een octrooi op iets levends, hè, wat dus in Amerika nu kan, op een levend stukje cel of iets in de cel, bij wijze van spreken, of een chemische route. Dat is inderdaad een verglijdend vlak waar Europa en Amerika andere tradities hebben. Dat is ook een hele politieke discussie, die is nog lang niet uitgevochten. Maar Europa heeft het grote probleem dat het nu heel erg conservatief is op het gebied van genetische modificatie. Wij willen eigenlijk in Europa niets. Wat heel erg tegenstrijdig is, want we consumeren al meer dan 10 jaar lang genetisch gemodificeerde producten. Maar we eten ze wel, maar we doen alsof we het niet mogen verbouwen. Nou, dat
dat moet op een gegeven moment moeten we daar een soort paar moedige politici hebben die zeggen, hè Boris, misschien voor je aangesproken van dit kan zo niet verder. Hè, maar dat je dus zegt van die Europese traditie van openheid, dus altijd zorgen dat zaad en genetische kennis beschikbaar is voor de wetenschap en voor de bedrijven die dat verder willen ontwikkelen. En pas geld vragen op het moment van de toepassing, hè, die nu botst met de Amerikaanse traditie van dit is van mij en je mag het niet gebruiken. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Nou, daar toch nog even hierbij stilstaan, omdat daar meerdere vragen over gaan. Ik bedoel, het verzamelen van kennis, het delen van kennis, daar stoelt eigenlijk, dat ligt zeg maar de basis van het hele verhaal en de weg naar het paradijs. En een van de vragen die gesteld is, stuurt kennis de wereld en de evolutie of ook geld en macht? En hoe past die evolutie op basis van kennis in uw reconstructie? Het leven op aarde bestaat 3,8 miljard jaar. Dat gaat rustig nog door lang nadat de menselijke soort is verdwenen. Dus evolutie, anders gezegd, is een kracht waar wij echt maar heel weinig invloed op hebben. We scratch the surface, in zekere zin. Dus ja, uiteindelijk stuurt de evolutie alles. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar de vraag is, wat doen we met de kennis die wij nu hebben van de evolutie? Als je echt een duurzame planeet wil hebben, dan moet de mens verdwijnen. Want alles wat we doen, grijpt in het ecosysteem, in de evolutie. Dus de vraag is veel meer van wat kunnen we zo doen dat we zo min mogelijk negatieve effecten hebben. Kennis is macht natuurlijk, maar kennis kan ook ten goede aangewend worden. En die macht om dingen ten goede aan te wenden, anders gezegd om zoveel mogelijk ook in het publieke domein te houden, dat is denk ik heel belangrijk. Vandaar ook dat ik me altijd ingezet heb voor internationale afspraken hierover. Ook over genetische modificatie. Ik vind het echt gevaarlijk als er landen zijn die allerlei kennis hebben. En dan niet als een letterlijk monopolie, maar wel zo dat wij, omdat wij vinden dat genetische modificatie niet kan, wij als het ware gewoon gaan achterlopen. China loopt veel harder dan wij. We hebben dus alle baat bij om gewoon te zorgen dat wij ook voldoende investeren in kennis. Maar denk je dat het huidige, dat is ook een van de vragen, of het huidige mondiale politieke klimaat wel voldoende ruimte biedt om op deze manier de kennis op de juiste plekken te krijgen en ervoor te zorgen dat iedereen in deze hele wereld voldoende gezond eten heeft? En dat is denk ik wel een terechte vraag. Waar zitten de openingen en waar moeten we het van hebben, als het ware, om dit in deze beweging in gang te zetten? Ja, het zijn wel verschillende dingen. Kijk, ik ben erg voor het gebruik van de Verenigde Naties en vergelijkbare organisaties als het gaat om toepassen en beschermen van kennis en zorgen dat dat gedeeld wordt. Dus hoe opener, hoe beter. Ja. VN is zwak, we kunnen al niet eens worden over de samenstelling van de Veiligheidsraad. Dus dat werkt niet zo goed. Maar goed, we hebben ook niet zoveel beters. Aan de andere kant heb je de kwestie van hoe kunnen mensen zo goed mogelijk te eten krijgen. Dat is als het ware een andere situatie. En we weten zo langzamerhand echt heel zeker dat ondervoeding en dergelijke alles te maken heeft met koopkracht, met inkomen, met isolement, met ook in westerse landen bijvoorbeeld sociaal. Moeilijke milieus waar bijvoorbeeld alleenstaande moeders dominant zijn, enzovoort, enzovoort. Je kunt mensen het beste helpen niet door een theoretisch betoog over kennis en macht, maar door te zorgen dat ze inkomen krijgen. En hoe krijg je inkomen? Door economische groei. Er is echt een hele sterke correlatie tussen economische groei en die 1 miljard die ik noemde, die in China en elders uit de armoede zijn geholpen. Dus het allerbelangrijkste is dat je zorgt dat mensen inkomen krijgen. Nou, hoe krijgen ze dat? Zorgen dat er staten zijn die goed functioneren. Als je natuurlijk mensen hebt die in een land wonen waar de markt niet eens functioneert, neem Somalië of Oost-Congo, dan is er niet eens sprake van inkomen. Dus ook geen sprake van goederen, van voedsel die ergens komen. Nou, wat we geleerd hebben sinds 1989, geval van de muur van Berlijn en een paar jaar later opening van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, is dat landen die open met elkaar handel drijven, echt de beste kans hebben ook op stabiele voedselprijzen. Dat lijkt een beetje raar, hè? Want je denkt van, nou ja, als je maar gewoon blijft exporteren, dan heb je straks niet genoeg thuis. Maar we zien iedere keer dat al die pieken in die voedselprijzen, die dus direct een effect hebben op de allerarmsten, dat die te maken hebben met onverstandig overheidsbeleid. Het is altijd zo natuurlijk dat het af en toe droog kan zijn of te nat en dat er een oogst mislukt. Maar als je maar een open systeem hebt, landbouw is in zichzelf voortdurend
voortdurend vernieuwend proces. Elk seizoen, op elk halfrond, kregen we weer nieuw voedsel. En toen die fluctuaties in die prijzen ontstonden in 2008... toen zag je dat bijvoorbeeld een land als Thailand, het is de grootste rijstexporteur ter wereld, die raakte in paniek. Die dachten, oh hemel, we hebben niet genoeg te eten. We gooien de grenzen dicht. Wat gebeurde er? Niet alleen stegen de prijzen op de wereldmarkt met 40%, maar tegelijkertijd was het zo dat die boeren die normaal gewend waren om te exporteren dachten, oh, mogen we niet meer exporteren? Nou, dan gaan we ook niks meer verbouwen. Dus het jaar erop steeg de prijs nog meer. En dat heeft een direct effect op de armen. Dus onder controle. Ik zeg niet dat handel altijd een panacee is, altijd een oplossing. Maar het is wel een soort conditio sine qua non. Dat gereguleerde handel met aandacht voor de manier waarop dingen zijn geproduceerd, dierenwelzijn, milieu enzovoort. En een verstandig overheidsbeleid is de beste garantie op inkomen voor de armste groepen en daarmee op voedsel. Hoor ik je nou zeggen dat we dus ook eigenlijk af moeten van de vrijhandelsverdragen die er zijn. En waardoor dus bepaalde prijzen, of boeren elders niet de prijzen krijgen die kostendekkend zijn voor de groei. Want je zegt het gaat om open systemen, deels ook gereguleerd. Nou ja, kijk, je moet natuurlijk zorgen dat... het woord vrijhandel is al zo smerig in de ogen van veel mensen dat ik het niet eens in de mond neem. Maar een open handel waar je wel eisen aan stelt. Hè? Dus bijvoorbeeld niet een situatie in Bangladesh waar mensen voor een habbekrats worden betaald, in onveilige fabrieken werken enzovoort enzovoort. Maar wel een situatie waarin je zegt, hè, van wij maken u, bedrijf Zara of zoiets om maar iets te noemen, hè, verantwoordelijk voor de hele keten. Dus niet alleen wat u zelf importeert, maar ook wat erachter gaat, tot en met de katoenboer. En als je dat doet en je zorgt dat je daar normen en waarden voor hebt en een onafhankelijk controlesysteem, dan blijf je wel binnen de vrijhandel in de zin van de WTO. Dus je legt geen handelsbarrières, maar je mag ze opleggen, dat laat de WTO ook toe, als je denkt dat er onveilig wordt geproduceerd. Of dat er voedselveiligheid in gedrang is, dat bijvoorbeeld dingen besmet zijn. Of dat er allerlei vervuilingen zijn. En dat is dus een gemengd systeem, maar het laat onverlet dat in principe grenzen niet gesloten moeten worden. Ja. Goed. Anders krijg je lokale tekorten. Hè? En dat is natuurlijk een van de gevaarlijkste dingen die er is. Als je lokale tekorten hebt, stel dat Indonesië te weinig rijst heeft en je zegt geen vrijhandel meer, dan kan Indonesië niet meer importeren. We gaan over naar een heel ander blok. En dat zijn de vragen die te maken hebben met de liefde voor het eten. Daar heb je over gesproken. En ik denk dat de televisieserie die loopt en waar we vanavond de laatste... voor mij ademde die ook echt liefde voor voedsel en liefde voor eten uit. En daar gaan ook een aantal vragen over van hoe gaan we daar nou mee om? In heel veel weten we niet meer van de oorspronkelijke of van het oorspronkelijke eten dat we eten. Je hebt tegenwoordig ook op de markt krijg je vergeten groentes. Dat zijn de groentes waar we kennelijk al heel lang niks meer van geweten hebben, maar die voor onze oma's en overgrootmoeders vanzelfsprekend waren. Van hoe krijgen we nou die kennis en die liefde voor het eten terug? Ik heb in een interview jou ook horen zeggen dat je echt heel erg veel zorgen maakt over de achterloosheid waarmee we omgaan met eten. Nou, dat is heel herkenbaar, denk ik, voor heel veel mensen. Dus wat kunnen we doen om die liefde voor het eten en aandacht voor het erfgoed terug te krijgen? Ja, Boris zei het al, liefde en kennis hebben alles met elkaar te maken. Ja. En ik vind het dus heel essentieel dat op lagere scholen er een vak komt. En ik zeg het al jaren, maar ja, wie ben ik? Geen invloed in Den Haag, dat is duidelijk. Maar dat we op lagere scholen een soort vak krijgen wat heet voedsel, gezondheid, milieu. En geschiedenis, zo je wil. Waarbij je dit soort dingen, dit soort verdieping als het ware van het voedsel, gekoppeld aan kook- en smaaklessen, volkstuinen, schooltuinen, bezoek niet alleen aan de gezellige geitenboerderij van Artus, maar ook een keertje aan het abattoir en de supermarkt en de voedselfabriek. Dat je dat gewoon in perspectief laat zien. Het is voor mij echt bijna onverdraaglijk dat iets wat zo essentieel is voor onze eigen samenleving, voor onze beschaving, voor ons begrip van geschiedenis, voor onze gezondheid, dat je daar geen vak in hebt. En ik denk dus dat die educatie zo vroeg mogelijk moet beginnen. Ik moet wel zeggen dat er in de laatste 10 jaar veel is gebeurd. Er is veel meer bewustzijn van dat voedsel überhaupt een issue was. En is, toen ik ging studeren
En dan moest opbiechten aan mensen wat ik studeerde. Dan was er altijd zoiets van, nou ja, hoe kan een leuk meisje als jij een zo ontzettend saai vak hebben? Nou, dat is weg, kan ik u verzekeren. Maar het is natuurlijk toch belangrijk dat kennis ook werkelijk kennis is. En Boris zei het al, het internet staat vol met meningen. En mijn grote zorg is niet die openheid meer, maar is om het kaf van het koren te kunnen scheiden. Het aantal brieven en reacties wat ik krijg van, oh hemel, moet ik nu wel niet ananas, pindakaas, brood, enzovoort, enzovoort eten. Het duidt erop dat mensen een fundamenteel onbegrip hebben over waar voedsel over gaat. Voedsel gaat niet over individuele producten. Het zal mee worst wezen, bij wijze van spreken. Of u een keertje een hamburger eet, een boterham met pindakaas, of een hele dag alleen maar ananas. Maar het gaat om dat patroon en die variatie. En dat woord variatie, als u één woord wilt onthouden van vanmiddag, alsjeblieft, onthoudt u het woord variatie. Het gaat om het evenwicht van het patroon. En dat geldt zowel in de manier waarop we produceren als in de manier waarop we consumeren. En dat kan niet vaak genoeg herhaald worden. En dat is iets waar we ook allemaal verantwoordelijk voor zijn. Naar toekomstige generaties toe, maar ook in onze eigen omgeving. En mijn zorg is dat steeds meer op het internet, ja, als het ware de wetenschappelijke kennis die we hebben, wordt afgedaan als ook maar een mening. Nou is de wetenschap niet heilig. Wetenschap maakt fouten, vele fouten zelfs. Maar er is natuurlijk toch wel een soort toetsbaarheid die je met meningen niet hebt. En dus ik zeg heel vaak, u hebt allemaal recht op uw eigen gevoelens over voedsel en uw eigen mening. Maar u hebt niet recht op uw eigen feiten. Ja. Dat zijn woorden. Doe deze microfoon het nog, ik hoor. Ja? Oh, kijk, dat zijn woorden die een humanist uit het hart gegrepen is. Dat feitenkennis inderdaad niet een toevallige opvatting of een mening zijn. De liefde voor het eten, voedsel, komt ook tot uitdrukking in de serie, met name waar het gaat over die kleinschalige Italië, de hamvraag, Umbrië. Is het mogelijk dat grootschalig produceren en liefde voor eten samengaan? Of is dat iets wat je toch vooral terugvindt in de kleinschaligheid? Ik zou het anders zeggen. Liefde voor eten betekent voor heel veel mensen een soort gevoel van nostalgie. Inderdaad, ja, naar ja. Grootmoederstijd. En vandaar dat de reclame speelt daar ook heel prettig op in. Doordat je al die potjes jam krijgt waar zo'n leuk geruit doekje op zit. En dan lijkt het alsof oma het nog zelf aan de aanrecht heeft gemaakt. Nou, dat is natuurlijk niet zo, want oma is al lang niet meer aan de aanrecht. Aan het wekken sowieso al niet. Deed dat vroeger waarschijnlijk ook weinig. Maar die nostalgie moeten we niet verwarren met liefde. En die nostalgie heeft iets te maken met een verstedelijke samenleving, waar eigenlijk steeds minder mensen nog iets begrijpen van die voedselketen. En de nadruk die er nu ligt op het lokale en het traditionele en vergeten groentes is heel goed als het gaat om de bewustwording. Maar het verhult het feit dat het grootste deel van ons voedsel al eeuwenlang, denk aan mijn kaart en zo, al eeuwenlang van elders komt. Nederland is nooit in staat geweest om voldoende tarwe te produceren zelf, om zijn eigen brood te bakken. Dus we moeten niet doen alsof alleen maar dat lokale heel erg leuk is. Wat we wel moeten doen, is die liefde en die nostalgie als het ware omzetten in wat ik zou willen noemen aandachtig volheid. Aan aandacht voor wat je eet. Mij is het niet een doorn in het oog dat u een hamburger eet, maar wel als u hem naar binnen schrokt. Als u achter een scherm gewoon zit te eten. Met één hand en de andere hand dan zit te typen. Dat is denk ik een groot probleem. En als je dus die aandacht maar kunt koesteren, dan is dat een vorm, denk ik. En met aandacht komt kennis, waarin je die liefde als waar zijn plaats kan geven. Het bijzondere is toch dat vaak schaarste meer aandacht met zich meebrengt dan overvloed. Dan ga je toch redelijk veronachtzamen met hoe je met iets omgaat. Want het is er gewoon in overvloed. Ja, ja, voor ons is het natuurlijk heel, daarom zei ik ook, wij zijn de twee meest bevoorrechte generaties. En wat dat betreft echt uniek in de wereldgeschiedenis. Nou, nog even over die liefde en die groot- en kleinschaligheid. Eigenlijk zou ik het liefst die woorden willen uitbannen, omdat ze ook zo'n bron van verwarring zijn. Groot- en kleinschalig zijn natuurlijk altijd relatieve begrippen. Het is heel erg mooi dat je een boer hebt in India, in Umbria, die op een soort oud-testamentische wijze daar in die mistige vallei, daar met die schattige varkentjes omgaat. Maar als ik u zeg dat 25 steden al groter zijn dan 10 miljoen en 100 groter dan 1 miljoen, dan begrijpt u dat die boer in India, in Umbria, niet die steden in India en China gaat voeden. Dus het gaat niet om groot of kleinschalig, want dat is ook een relatief begrip. Nederlandse
Gemiddelde bedrijf is geloof ik 7 hectare nu. In Amerika zijn dat 100 hectare. Het gaat om de juiste schaal voor de juiste omstandigheden en de juiste doelen. En dat zal iedere keer anders zijn. En grootschalig hoeft niet per se te betekenen dat het allemaal moreel slecht is. Er zijn grootschalige biologische boeren, met name in de Verenigde Staten. Dus het gaat mij altijd om de optimalisering, om het zo goed mogelijk gebruik te maken van de hulpbronnen. En die schaal is daar een afgeleide van en niet een doel op zich. Ja. Een vraag die hier een beetje van in het verlengde ligt is... wat je denkt dat het grootste risico is op dit moment... om die voedselzekerheid voor een wereldbevolking in de toekomst te realiseren. En de vraag is vooral ook, wat kan een individuele consument... wat kunnen wij doen om daaraan bij te dragen? Dus wat is het risico, waar zit het grote risico en wat kunnen wij doen? Ja, het zijn wel twee verschillende vragen inderdaad. Ik zie twee grote risico's op het moment. Eén is een grootschalige, langdurige verstoring van de wereldhandel. En dat kan zijn door grote politieke spanningen... waardoor dus bijvoorbeeld al die import- en exportstromen die we nu hebben... plotseling stil gaan vallen. Maar het kan ook gebeuren door zoiets wat dreigde 10 jaar geleden... wat iedereen alweer vergeten is, wat dreigde 10 jaar geleden? SARS. Oh ja. SARS. Ja, dat zijn we nu vergeten. Maar SARS, ik was destijds daar midden bij betrokken... omdat het natuurlijk ook allerlei effecten had op dieren... en ik verantwoordelijk was bij de VN voor die veterinaire diensten. SARS leek erop dat alle vliegvelden ter wereld stilgelegd zouden worden. Dat de grootste havens stilgelegd zouden worden. Dat zou een enorm effect hebben gehad. Gelukkig hoefde dat uiteindelijk niet. Maar zo'n soort verstoring door bijvoorbeeld pathogenen is... met name virussen, griepvirussen, is niet denkbeeldig. De andere grote verstoring die zou kunnen optreden... die zal niet mondiaal zijn, maar zou kunnen zijn... als we echt een heel groot probleem van voedselveiligheid hebben. Dus voor de fijnproevers, voedselzekerheid is van... krijgen we voldoende voedsel naar iedereen? En voedselveiligheid is het ook van... zo'n danige kwaliteit dat er geen gezondheidsrisico's aan zitten. Stel dat wij een grootschalige ziekte krijgen in varkens bijvoorbeeld. Dan zou dat enorme effecten hebben op de dierlijke consumptie. Tot nu toe, als je iedere keer zag bijvoorbeeld varkensgriep, vogelgriep, Q-koorts enzovoort... heeft nauwelijks effect gehad op de consument. Maar als dat grootschalig zou gebeuren, bijvoorbeeld in China... waar natuurlijk zo ongelooflijk veel dieren zo geconcentreerd zitten... dan zou dat werkelijk effecten hebben op de toegang tot voedsel. Dat wil niet zeggen dat er dan onmiddellijk helemaal geen voedsel meer is... maar wel dat de prijzen heel erg omhoog gaan. En als de prijzen omhoog gaan, dan lijden de stedelijke armen het meest. En dat is weer een bron van politieke onrust. En zo zou je in een vicieuze cirkel terechtkomen. Dat zou een hele ernstige situatie zijn. Nou, wat kunt u zelf doen... Vooral kalm blijven. Geen paniek. Dat meen ik serieus. Wat we dus zien, bijvoorbeeld in Egypte tijdens de Arabische Lente... dan zie je dat mensen ongelooflijk gaan inkopen. Waardoor er artificiële tekorten ontstaan. Waardoor er een sfeer van paniek is die eigenlijk heel averechts werkt. Je kunt wel als consument iets doen door vooral bewust te consumeren. Dat betekent eigenlijk, althans voor mij, zo vertaal ik het... dat je dus niet alleen maar zegt, ik koop... blind, kan me niet schelen wat er is. Kijk eventueel naar de prijs, maar voor de rest niet. Dat je bijvoorbeeld uit verschillende landen en verschillende gebieden koopt. Een boycott van alles wat geïmporteerd wordt, is een slecht idee. Want juist import betekent in feite dat wij elkaar vertrouwen. Er is geen groter systeem van vertrouwen in de wereld... dan het feit dat wij bereid zijn voor het meest essentiële deel... van ons eigen leven, ons voedsel, afhankelijk te zijn van andere landen. Dus koop inderdaad ook niet alleen maar Hollandse waar... maar koop ook juist dingen die van elders komen. Want dat is ook een garantie voor continue handel... maar ook voor kwaliteitscontrole. Als je niet bij wijze van spreken Marokkaanse tomaten wil kopen... dan stoot je ook Marokkaanse boeren een deel van hun inkomen uit de mond. En dus evenwichtig en opnieuw gevarieerd inkopen en consumeren. En verder niet te veel weggooien en verstandig inkopen... en zorgen dat uw ijskast de juiste temperatuur heeft... zou al heel veel helpen. Wie heeft er een ijskastthermometer hier? Dus niet alleen maar zo'n knopje wat draait, maar gewoon echt een thermometer? Ja, dames en heren, dat kan niet. Ik stel nu voor dat het Humanistisch Verbond... alle nieuwe leden een ijskastthermometer geeft. Echt heel erg belangrijk. En op welke temperatuur moet de ijskastthermometer in het midden van de ijskast staan, dames en heren? 7 graden. Oké, hier is een opdracht.
Als ik je zo hoor, dan zijn de tijden toch wel erg veranderd. Ik kan me herinneren dat wij... Pardon? Dat de tijden erg veranderd zijn dat wij zoveel gewend zijn aan eten over de grenzen. Ik kan me herinneren dat wij naar Frankrijk gingen. Ik was een jaar of 13, 14. En mijn moeder nam zelfs de aardappelen mee naar Frankrijk. Maar omdat ze niet vertrouwde. Maar er waren wel degelijk aardappelen in Frankrijk, hoor. Ja. Ja. Goed, we gaan over tot een allerlaatste vraag. Ik krijg het signaal dat het tijd is om af te ronden. En een hele praktische en ook een beetje politiek getinte vraag, toch? Als u landbouwcommissaris van de EU wordt, en waarschijnlijk bent u ervoor gevraagd, maar als u dat zou worden, wat gaat u dan als eerste doen? Ik ga de Doha-ronde afronden. Dat is die onderhandelingsronde in het kader van de WTO die nog steeds voor ontzettend veel ruzie tussen arme en rijke landen zorgt. Dat moet gewoon weg. Hè. Dus dat heeft te maken met barrières. De EU laat nog allerlei dingen niet toe. Hè. Dat is dus in het kader van het stimuleren van de handel. Dan moeten wel eerst de Amerikanen een groet van langs krijgen, maar dat lijkt me geen probleem. Dat doen we in één keer door. En vervolgens ga ik zorgen dat het EU-landbouwbeleid nu echt een verstandig landbouwbeleid is, waarbij niet de subsidies weer naar de grote boeren gaan, maar waar er voldoende geld is, ook voor het beschermen van het milieu. En vooral, als er dan subsidie gegeven wordt, dat het gaat naar innovatie en duurzame productie. Nou, fantastisch. Hartelijk dank. Dat is, alleen al deze uitspraak is voldoende om mij geheel te disqualificeren als EU-commissaris. Geen schijn van kans. Nee. Goed, hartelijk dank. We zijn klaar met dit vraaggesprek. En u bedankt voor de vele vragen die u heeft gesteld. Zeer, zeer bedankt. En ik heb, ja, u heeft het zo, je hebt het zo over appels gehad. En je moet altijd een beetje ja, een flesje van iets meegeven. Dus we hebben appelsieder natuurlijk wel biologisch. Het is allemaal heel erg verantwoord. Maar niet genetisch gemodificeerd? Dat denk ik dus niet. Nee, wel 2% alcohol. Dus het kan nog een gezellige avond worden. Dankjewel. Dankjewel, Boris. Ineke, ook zeer bedankt voor het interview. Dames en heren, we zijn nog helemaal niet klaar. Want wat we nu allemaal hebben gehoord en hebben ja, gezien ook, dat gaan we nu ook allemaal proeven. Want er staan allemaal hapjes klaar. Ik geloof daarboven en daarachter in de hal ook nog. Dus u gaat tot 7 uur lekker eten. Om 7 uur is hier de 6e aflevering te zien van de Human-serie. Dus dat is ook erg leuk. Ik hoop dat u daar ook heen gaat. Ik moet nog een paar mensen bedanken. Allereerst Zuidermarkt Coöperatie voor het beschikbaar stellen van het groente en het fruit. Zijn ze ook aanwezig? Ja. Oh, kijk. Het zag er allemaal prachtig uit. De Rode Hoed, zeer bedankt voor jullie flexibele houding en opstelling. Want er moest nogal wat aangepast worden, maar dat is uiteindelijk prachtig gelukt. We gaan dus eten. U krijgt zelfs een drankje gratis. Dat staat op de tafels. En daarna moet u het zelf betalen. Maar dat gaat allemaal wel lukken. En we zien u natuurlijk heel graag terug als lid van de Human. Als lid van het Humanistisch Verbond. En bij de volgende Socrates-lezing in het voorjaar. Want volgend jaar zijn er maar liefst 2 Socrates-lezingen. En de eerste Socrates-lezing in het voorjaar zal zijn van niemand minder dan Susan Neumann. Dus dat is ook een hele mooie spreekster. Dank u wel en wel thuis. Applaus.